Hallo allemaal, daar ben ik weer. En dit keer met mijn derde filmpje voor vandaag. Tenminste, wat ik ga opnemen vandaag. Ik doe dat meestal een aantal keer achter elkaar filmen. Dan ben ik in één keer klaar. Ja, ik heb dus nog een filmpje voor jullie. Ik vind dat ik niet helemaal mooi in beeld ben, maar er staat die stomme kast er weer zo. Ik ga even anders zitten. Zo, ben ik een beetje midden in beeld. Dat is toch leuker. Om te beginnen wil ik jullie even vertellen. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Een spiegelreflexcamera. En dit is de Canon 1200D. En ik ben er echt super blij mee. Er komt een artikeltje van online. Maar ik wilde het toch even met jullie delen. Goed, ik heb iets heel leuks. Ik heb namelijk een swap gedaan. En ik ga nog een aantal swaps doen met andere meiden. Maar nu ga ik jullie vertellen wat ik heb gedaan met Melissa. Melissa heeft een hele leuke blog. Melissa... charlotte.blogspot.com is het volgens mij. Ik zal het even hier beneden melden. En ik heb met haar een swap gedaan. En daarnaast hebben we wonen namelijk allebei in Nieuwegein. Echt een mega grote uitdaging is dat. Want allebei in Nieuwegein wonen. Dus naast Utrecht wonen allebei. Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dingen voor elkaar te vinden en te kopen die... die de een of de ander nog niet heeft. Maar het is ons gelukt. Melissa had één dingetje wat ik al had. Maar goed, dat gaat wel weer naar een andere swap. Dat is helemaal niet erg. En voor de rest heeft ze het hartstikke goed gedaan. Daarnaast hebben we ook nog lekker samen gewinkeld in Utrecht. Het was super gezellig. We hebben erg leuke dingen gekocht. En elkaar lekker kunnen aansteken met verschillende dingetjes. En we zijn zowel in Utrecht in de stad geweest als nog even op winkelcentrum Kanaleiland in Utrecht. Want daar hebben ze een hele grote Op-is-op voordeelshop. Ze hebben daar een mega grote Big Bazaar en een mega grote Action. Dus daar wilden we natuurlijk nog even heen. En ja, we hebben erg leuk geshopt. Ik haal even de dingen eruit die ik zelf gekocht heb. En ik begin even met de swap. Om te beginnen, ze heeft echt super leuke dingen weten te vinden voor mij. Onder andere dit leuke to-do memo pad. En het is van Hema, van de blijmakers van de Hema. En zo ziet hij eruit. Hij is echt heel erg leuk. En er staat een to-do dingetje op hier. Dan staat hier een note of notitie dingetje. En hier hello to. En hier telefoon die mensen die je terug moet bellen. En dat is eigenlijk het to-do lijstje. Nou, dat is voor mij echt heel handig, want ik vergeet altijd alles. Dus voor mij is zo'n bloknootje hartstikke handig. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is van de Hema Blijmakers. Wat ze ook nog van de Hema Blijmakers heeft gekocht, en dat heb ik al echt gebruikt, want we hadden superveel geswatcht. En ik zat ongeveer helemaal onder de paarse en grijze en roze swatches van blushes en van oogschaduw en dat soort dingen. Dus ik heb deze al even gebruikt. Dit zijn ook van de Hema Blijmakers. Dit zijn wet wipes, refreshing wipes. Natuurlijk hartstikke handig om swatches eraf te halen. En ze zien er super, super cute uit. Met leuke sterretjes en schattige dingetjes erop. Echt zo'n dingetje waar ik ook echt helemaal blij van word. Dus daar was ik echt wel heel erg blij mee ook. Hartstikke leuk. Dan heeft ze ook voor mij gekocht een heerlijke scrub gel van de Hema. En het is Floral Fresh and Fascinating. Een hartstikke leuke scrub van de Hema ook. Hartstikke leuk. Dan een mini deodorant. En dat vind ik altijd heel erg handig voor in mijn tas. Of voor op vakantie. Dan neem ik ook altijd een mini deodorantje mee. En dit is de Invisible Dry. En er staat dan zo leuk op. Tested on 100 colors. Dus deze blijft droog, maar geeft ook niet af. Dus Invisible Dry. Dus je blijft er droog van. En schoon en fris. En daarnaast geeft het niet af op je kleren. Hij moet tot 48 uur werken, maar goed, nou gebruik ik elke dag deodorant. 0% alcohol en antitranspirant deodorant. Hartstikke lekker van Dove. Dan, en dat vond ik ook zo heel erg leuk. Ze heeft mij twee maskertjes gegeven van Nivea en die heb ik gewoon serieus nog nooit geprobeerd. En elk maskertje heeft er twee. Dus je kan gewoon, ze heeft gewoon twee van die zakjes, zeg maar. En ik kan gewoon vier maskertjes nemen. Super lekker. De Nivea maskertjes.
En het leuke is, we hebben het eigenlijk allebei al bekeken. We zaten namelijk lekker bij Laplace in Utrecht. En dat is echt super gaaf, want je kijkt dan uit op de Dom. En we hadden van die lekkere lounge stoelen. En we hadden lekker een hamburger met patatjes. En we zaten lekker wat te drinken en zo. En we besloten om het al uit te pakken en dan alsnog het filmpje op te nemen. Even kijken, dan heb ik hier... ook heel erg leuk van de bordenshop. En het was wel leuk, want ze had op mijn filmpjes gezien dat Moringa een van mijn favoriete geuren is van de bordenshop. En ze heeft voor mij een setje met zo'n leuke douchepuff. Die zit hier. Een douchepuff en een kleine shower gel en een body milk van de Moringa lijn van de bordenshop. Echt super lekker. Daar ben ik heel blij mee. Dit is wat we bij Laplace kregen. Dan had ze er een superleuk zo'n mini towel in zitten. Ook voor zo'n blijmakertje is dat. En hier staan op allemaal theepotjes met thee dingetjes en zo. Magic towel, dat leg je dan in het water en dan wordt die groot. En ik had al gezegd, deze gaat bij mijn kinderen in bad, want die vinden dat helemaal leuk. En echt super schattig. Dan, dit heb ik ook zelf gekocht. Even kijken. Dan een dingetje waar ik echt helemaal van uit mijn dak ging. Want die wilde ik namelijk heel graag. Alleen die had ik nog niet gekocht. En dat is van de nieuwe, van Catrice. Van de nieuwe Velvet Matte Eyeshadow collectie. En dan de kleur Burgundy, dus Bordeaux rood. All Burgundy heet die. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik probeer hem even een beetje in het licht te vangen. Echt een super mooie kleur. En ze zijn. Ik heb een groene en een witte hiervan. En ze zijn echt super fijn. Heel fluweelachtig. Ja, dat is eigenlijk al wat de naam al zegt. Velvet matte. Maar oh, ik vind ze zo fantastisch mooi. En de glans is zo mooi die deze heeft. Het is echt. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Echt een prachtige kleur. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Met alles ben ik heel blij. Maar die vind ik ook echt heel erg leuk. Dan heeft ze een heel leuk grijskleurig nagellakje van Miss Sporty erbij zitten. En er zat nog een lakje van Miss Sporty bij. Die heb ik er al uitgehaald voor in de swap, want die had ik namelijk al. Maar deze zat er ook in. En die vind ik ook echt heel erg leuk. Dan, en dat is ook echt heel toevallig. Ik zat het al aan Melissa te vertellen. Het is namelijk zo, ik wil deze al heel erg lang. Dit is de Essence Kajal Pencil in... Welke kleur is dit? Dat kan ik dan weer even niet vinden. Oh, Feel the Murray Time. Het is in ieder geval een petrol kleur. Zo, dat was een harde knal. Hoorden jullie dat? Het is een petrol kleur van Essence. Even zo, dan zien jullie ook dat die van Essence is. Een petrol kleur en deze wilde ik al heel lang. Want het lijkt me heel erg mooi voor hier onder de... op je onderste wimperrand. En dan gewoon met een look, zeg maar. Maar dat je één zo'n pop of color hebt, zeg maar, daar. Zo ziet hij eruit. Focus, focus, focus. Vriend, focus. Ja, hartstikke goed. Nou, dus die heb ik gekregen. En die wilde ik dus eigenlijk al heel lang. Maar dat is echt zo'n ding van dat ik denk van... Nou, volgende keer neem ik hem mee, weet je wel. Nu wil ik dit en dit en dit. Neem ik die de volgende keer mee. Maar iedere keer vergeet ik hem dan weer mee te nemen. En dan later denk ik, oh ja, die wilde ik ook nog hebben. En ik had hem nog steeds niet gekocht. Toen had zij precies ook die kleur. Dus dat vind ik echt heel grappig. Nou, ik moet nog steeds heel erg hoesten. Ik had net al in een ander filmpje verteld. Ik heb de kinkhoest, weet ik inmiddels. Even een slokje cola. Het filmpje moet niet te lang duren, dus ik moet even door. Dan heb ik de Essence Blush in Silky Touch. Oh, nee, dat helemaal niet zo heet. Het is de Silky Touch blushjes van Essence in de kleur Baby Doll. Zo ziet hij eruit. Even kijken, zo zie je hem mooier. Tadaa. En ik ga hem ook even openmaken. Nou is het avond, dus ik weet niet of je de kleur heel goed kan zien zoals die echt is. Want hij zit nu wel echt mega in het licht. Maar het is een hele mooie, ja, oud roze kleur. Met een hele mooie glans. En het grappige is, ik heb gewoon nog geen blushjes van Essence. Maar ik hoor er wel steeds heel veel goeds over. Ik heb alleen nog nooit een blush gekocht van Essence. Dus die heb ik nu voor het eerst en die vind ik echt heel erg gaaf.
En dan als laatste wat in de, bij de swap in de verpakking zat. En het zat allemaal in deze leuke tas. Ik weet niet of je het goed kunnen zien staan. Hij is echt neonroze en er staan allemaal schattige cadeautjes op. En I wish. Echt een superleuke cadeautjestas. Dus dat ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. En we hadden al bedacht dat we het aan elkaar gingen geven. Want ik bedoel, we wonen gewoon allebei in Nieuwegein. Dan heeft ze ook nog een lippenstift. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het is een Rimmel lippenstift in de kleur 360 As You Want Victoria. Staat dat er echt? Ja, dat staat er echt. As You Want Victoria. En ik zal hem even laten zien. Het is echt mijn soort kleur. Lekker. Focus, focus. Zo leuk om dat te zien gebeuren. Het is echt zo'n mooie donkerroze kleur. Echt helemaal mijn ding. Ik ben er ook echt heel blij mee. En hij is dus van Rimmel. En ik had nog niet zoveel Rimmel lippenstiften. Ik geloof dat ik nog één andere of twee andere Rimmel lippenstiften heb. Maar voor de rest niet. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Zo. Nog een keer. Dat was wat in de swap zit. Dan, ik ben één ding vergeten trouwens. Dat ligt nog beneden. We hebben namelijk het, bij de Big Bazaar het merk Perfect Touch ontdekt. Zo ziet het eruit. Onze Big Bazaar in Nieuwegein is absoluut een small bazaar. Vergeleken bij de Big Bazaar in Utrecht en waarschijnlijk Big Bazaaren waar jullie allemaal komen. Wij hebben namelijk echt zo'n small Big Bazaartje. Ze hadden hem beter de small bazaar kunnen noemen. Want hij is echt heel klein en die in Utrecht is echt mega groot. Die is echt huge, zeg maar. Ik denk dat die van ons daar vier keer in past. Serieus, hè? Dus niet een grapje of zo. Ik overdrijf niet eens. Hij past daar echt vier keer in. En ze hebben daar dus ook een mega schap aan make-up. En dat vind ik natuurlijk... Oh, er ligt hier een zakje. Dat vind ik natuurlijk heel erg gaaf. En ik heb daar een blush gekocht in de kleur Perfect Touch. Melissa heeft hem ook gekocht, want we vonden dit echt een hele mooie kleur allebei. Als je hem zo ziet, lijkt hij heel erg peachy. Ik kan hem niet openmaken, want hij is nog gesealed. Maar hij lijkt heel peachy, maar als je hem dan swatcht, dan is hij echt, echt roze met een hele mooie glans. Dus ik ben hier heel benieuwd naar en ik ga deze natuurlijk voor jullie reviewen. Dan heb ik ook een nagellakje gekocht. Een super gave, richting het Bordeaux rood, maar dan wat lichter is die. Wat creamier. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar een hele mooie nagellak. Voor een euro. Ik ben heel erg benieuwd wat daar de kwaliteit van is. Ik hou die zakjes even weg, want dat zijn namelijk de van die luchtkussen dingetjes voor om producten te beschermen. Anyway, dus die kan ik jullie nu even niet laten zien, het nagellakje. Maar ik heb nog een nagellakje gekocht en dit is mijn eerste Chia Tea lakje. Ze hadden namelijk voor €3,99 bij de Big Bazaar. Hadden ze Chia Tea lakjes. Moet je even kijken. Ik vind alleen al het flesje vind ik helemaal geweldig. Zo. Ik vind het echt een heel leuk flesje. En het is een heel apart kleurtje. Het is namelijk een beetje een petrol aqua blauwachtige kleur. Die kleur. Maar dan met een parelmoerachtige blauw paarsachtige gloed erin. Echt super vet. Ik ga deze natuurlijk voor jullie reviewen. En ik vind het flesje al geweldig. En ik ben echt heel erg blij. Want ik wilde eigenlijk altijd al een Chia Tea lakje uitproberen. Gewoon omdat ik die flesjes zo leuk vind. Ik vind dit echt hele schattige flesjes. Goed. Wat heb ik dan nog meer gekocht? Dan heb ik voor €1. Heb ik de Vaseline Pink Bubbly. Vaseline crème dinges gekocht. Zo ziet hij eruit. Vaseline Pink Bubbly. Binnenin ziet hij er zo uit. Ik ga hem niet reviewen, dus, want hij is er volgens mij niet meer. Dit was een limited edition. Ik wilde deze altijd heel graag hebben, alleen ik had hem nooit gekocht. En nu lag hij dus voor €1 lag hij bij de Ethos. En het grappige is, ik swatchte daar een primer. En dat meisje van de Ethos begon een soort verkooppraatje over hoe geweldig die primer was en zo. En ik begin een heel verhaal terug. En Melissa en ik liepen echt lachend de deur uit. Want die mevrouw van de Ethos had duidelijk niet verwacht dat ik met zo'n verhaal terug zou komen. Maar ja, beautybloggers, hè? Wij weten heel veel van primers. Maar goed, dus dat was wel een grappig verhaal. Dus die heb ik ook gekocht. Dan
zijn we ook bij de Op is Op voordeelshop geweest. Daar heb ik twee dingetjes gekocht. Namelijk een duo blusher van W7 of W7. W7. Dit is een beetje met een bronzer of in ieder geval een oud roze kleur. En een hele mooie glanzende roze kleur. Ik heb hier al eentje van. En die vind ik echt heel mooi. Daar zit een kleur à la rose gold en Nars Orgasm in. En dan gecombineerd met een highlighter die een beetje rozeachtig is. Deze, ik ga hem even zo laten zien. Een beetje zo in het licht, zodat je misschien de glans kan zien. Heel mooi. Ik zal hem even een beetje zo. Hele mooie kleurtjes. Dus deze ga ik ook reviewen en ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dan heb ik ook het W7 in the Night palet gekocht. Volgens Anne Solvé van annesolvé.nl is dit het palet wat je moet hebben. Ik hoop trouwens dat ik haar naam goed uitspreek, want dat weet ik nooit. Maar goed, zo ziet het palet eruit aan de buitenkant. Ik had net nog een unboxing van de Vipbox gefilmd waar het in de Buff palet in zat. En nu heb ik hier het in de Night palet. W7 doet het echt heel goed. Die paletjes gaan als warme broodjes over de... Of zoete broodjes over de toonbank. Ik weet nooit hoe je dan... Zoete of warme broodjes. Nou ja, anyway, ze gaan heel hard. Dat is de beste manier om het te omschrijven. Ik ga even het beschermfolietje eraf halen. Zo, dat gooi ik hier even op de grond. Dat ruim ik gewoon op zo meteen hoor. Even kijken. Zo ziet het eruit. Het zijn allemaal mooie paars... roze, want hier zit bijvoorbeeld, nou, deze hier. Dat is bijvoorbeeld echt zo'n, ja, zo'n oud roze, rosé goud, zo kan je hem beter omschrijven, kleur. Dan zit hier ergens, daar, zit een beetje een bordeaux rode kleur, die ik ook heel mooi vind. Hier, die. Kortom, er zitten echt hele mooie kleuren in het palet. Een hele mooie anthracietgrijs, grijs, een taupekleur en mooie paarskleuren. Ik vind het een heel leuk palet en ik vind de buitenkant er echt heel erg geweldig uitzien. En ja, de doosjes zijn natuurlijk geïnspireerd op de Naked paletten van Naked van Urban Decay. Ja, Smoky Shades Eye Color Palette is dit. Ik vind hem echt heel leuk. Als laatste zijn we naar de Action geweest. En ik wil dit niet meer heel lang laten lopen, want hij is al 17 minuten lang, het filmpje zie ik. Maar daar heb ik, behalve wat huisdingetjes, ik heb namelijk onder andere deze gekocht. Niet de kwasten, maar wel het potje. Die heb ik gekocht en ik heb daar twee van de Max, ik zal hem even van dichtbij laten zien, Max & More. Eyeshadow palettes. En ik heb het palet. Even kijken hoor. Dit is die. Dit is het Sunset palet. En deze heeft, zoals je kan zien, mooie roze tinten. Mooie bruin tinten, blauw tinten, paars tinten. Mooie oogschaduw palet. En dan heb ik het Forest palet. Een palet met mooie groen en bruin tinten en wat grijs tinten. Een heel mooi palet ook. Ik ben heel erg benieuwd naar de kwaliteit van deze paletten. Ik vind ze echt heel leuk. Ik heb er nu 2 van de 4. Ik moet nog het floral palet en het nude palet. Maar bij ons zijn ze gewoon steeds uitverkocht. In Utrecht heb ik er gelukkig nog 2 kunnen vinden. Ik ben er echt heel blij mee. Ze zijn €2,49 bij de Action, wat ik niet duur vind. Dus hartstikke leuk. En hier ga ik een review over schrijven. Nou, dit was mijn swap met Melissa van melissacharlotte.blogspot.com filmpje. Ik ga haar blog hieronder en op mijn blog vermelden, zodat jullie naar haar blog kunnen gaan om die te bekijken. Ze heeft echt een hele leuke blog. Ja, en de rest zullen jullie reviews terug gaan zien op mijn blog www.mywickedweirdlife.com. En je kunt mij volgen op Twitter, blogloving, Instagram, YouTube. En dat was het. Als je het een leuk filmpje vond, thumbs up. En tot de volgende keer weer. Doei doei. Ik moet hier op het touchscreen dingetje drukken.